Zo, dat is weer een tijdje geleden. Wij zijn al een tijdje bezig met onze Ginzy iPads en de Ginzy app. En na een tijd dan hebben we wel contact natuurlijk met onze buddy. Maar we hebben ook de mogelijkheid gekregen in dit pakket om de onderwijskundige langs te laten komen. En zo is vandaag de dag tijdens onze vergadering dat ook zo. Hein Wittigen is langsgekomen met iemand anders van Ginzy. En zij lopen samen met ons door het programma om te kijken of wij nog steeds goed op weg zijn natuurlijk. Maar ook of de collega's zijn die nog niet helemaal weten hoe wat de inhoud precies van de app is. En hoe deze toegepast moet worden, zodat we echt goede kwaliteit kunnen blijven leveren met de app aan de kinderen. En ik wil jullie even laten zien hoe dat eruit ziet. Kom maar even mee. Week 1, les 1. En dan kan ik. En Louis Armstrong is al bezig. En George Harrison. En Sarah hebben we hier. En ik zie hier inderdaad dat. Wendy Goodman les 1 aan het maken is. En dat hij in principe al 2 opgaves keurig goed heeft gemaakt. Dus even kijken. Dit kan je natuurlijk nooit echt live doen voor de klas. Lijkt me niet helemaal verstandig. Maar wat je hier bijvoorbeeld ook ziet, is een leerling die ook nog een opgave fout heeft gemaakt. En dat is Louis Armstrong. Dat heb jij goed gedaan. En als het goed is, heb jij namelijk 1 keer heb jij een opgave gekregen. Heb jij 1 keer fout gedaan. En vervolgens nog een keer fout gedaan. Ja. Aan het einde van de les. Nee, 1 keer fout. Ja, 1 keer fout gedaan. En daarna nog een keer fout gedaan. Je mocht het verbeteren, maar dan heb jij. Nee, toen was het goed. Oké, ja. En dan mag je aan het einde van de les nog een keer deze opgave maken. Hoe spannend. Wat ik nou zo mooi vind om te zien is dat de app, die wordt helemaal doorlopen. Leerkrachten voelen wat leerlingen voelen. Tegelijkertijd wordt er gekeken naar hoe de resultaten bekeken kunnen worden en hoe je daar als leerkracht dus goed mee om kunt gaan. En omdat ik er al mee werk, is het voor mij heel prettig om te zien hoe mijn collega's meegenomen worden in het werk van de leerlingen. Maar ook indirect natuurlijk gewoon, of direct, net hoe je het bekijkt, hoe ik als leerkracht dus inderdaad omga met die resultaten, hoe ik door de klas loop. Hoe ik dus feedback moet gaan geven. En dat is waar wij als leerkrachten echt steeds beter in willen worden. Om het doel van de les te bekijken, de verwerking daarop aan te passen, via de app van Ginzy, via de iPads, via het werken met de iPads, maar dus ook samen met ons werkboek wat wij nog van de methode hebben. Die combinatie moet ervoor gaan zorgen dat kinderen het doel van de les en dus door het hele jaar heen beter worden in rekenen, spelling, taal en alle andere vakken. En ik zie dat echt gebeuren. En nu dus, bij deze mogelijkheid om iemand van Ginzy langs te laten komen, zie ik dat dat dus ook gebeurt bij mijn teamgenoten. Anneke, luister nou eens. Hoe voelt dat nou? Jij hebt 3 sterretjes. Ja, hè? Hoe voelt ik ben dat nou? Nou, mooi is dat, hè? Dat zien wij de leerlingen in de klas ook. En ik zie jou gewoon stralen. Ik ben gewoon helemaal blij. Ik ben de hele dag nog niet zo blij geweest. Ik ben George. Dat is mooi, is dat, hè?